Wij willen jullie graag meenemen in een aantal belastingproeven. En de Damwandproef waar Ludolf het over had, is daar één van. En dat doe ik samen met Huub van Deltares. Wat willen we jullie meegeven? In Nederland staan we voor een behoorlijke versterkingsopgave. Hè. Als je alleen al kijkt naar de primaire waterkeringen, dan hebben we 1100 kilometer de dijk te versterken de komende periode. En om die dijk op een goede manier te kunnen versterken, zijn we op zoek naar innovatieve technieken. Hoe kunnen we die dijken sneller, beter en goedkoper versterken? En de belastingproeven zijn daar eigenlijk een essentieel onderdeel in. Want die belastingproeven die zorgen voor gefundeerde rekenregels waarmee je vervolgens die primaire waterkeringen ook kunt gaan ontwerpen. Nou, wij willen jullie graag meenemen in een aantal tips en tricks van hoe voer je nou zo'n proef uit. Maar wat leren we er ook van en wat ook niet en wat kan de volgende keer beter. En dat willen we eigenlijk doen aan de hand van een drietal cases. En de eerste, dat is de meest recente, dat is de Eendijkproef. Binnen de projectoverstijgende verkenning macrostabiliteit, waarin we dus die innovaties ook onderzoeken op het gebied van macrostabiliteit, heeft ook nog een infiltratieproef plaatsgevonden. En tot slot gaan we jullie ook nog kort meenemen in de vacuümconsolidatieproef. En dat proberen we allemaal in 20 minuten te doen. Want daarna komt Bart ook nog aan bod, die het over het beheer van dijkvegetatie gaat hebben. Nou, waarom doen we die proeven nou eigenlijk? Hier zie je een aantal krantenkoppen. Ja, die dijk die vooral leren van het bezwijken van een dijk. Ook data opdoen. Dus we rekenen veel met rekenmodellen. Maar hoe kunnen we die rekenmodellen nou voeden op basis van fysische data? Het gaat vooral eigenlijk om het verkleinen van je onzekerheden. En dat kan dus in je modelschematisaties en je parameters. Maar ook in je fenomenologische proces. Van wat gebeurt er nou eigenlijk fysiek in het veld als we zo'n proef doen? En daar wil je achter komen. Nou, de Eendijkproef is een van de meest recente voorbeelden. We wouden ook beginnen met een filmpje, maar dat gras is voor onze voeten weggemaaid. Dus we gaan gewoon door met een aantal hele mooie foto's. Maar ik begin eigenlijk, want als je zo'n proef doet, hoe kies je dan de locatie? Waarom doe je het in dit geval in Eendijk, zo'n proef? Want daar staat of valt zo'n dijkbezwijkproef toch eigenlijk wel mee. En in dit geval hebben we 10 verschillende locaties onderzocht en kwam Eendijk daar eigenlijk als toplocatie uit. En waarom? Daar zat een slappe lage plakket van ongeveer 3,5, 4 meter. Vervolgens zand en dat was een mooie locatie om ook daadwerkelijk die bezwijkproef te kunnen doen. Omdat we daarmee het vertrouwen hadden dat we een dijk konden bouwen die in de opbouwfase bleef staan. Maar terwijl we hem zouden gaan belasten ook echt onderuit zou gaan. En verder hadden we daar een locatie die erg homogeen was. Dus waar de grond eigenlijk nagenoeg hetzelfde was. En we hebben daar 3 proeven uitgevoerd. En zeker als je kijkt naar de analyse helpt het als de ondergrond daarin toch wel redelijk consistent en constant is. En daarnaast hadden we nog een bijkomend voordeel dat we al het zand en alle klei die we hebben aan moeten brengen om een uiteindelijke proefdijk op te bouwen, via het water konden aanvoeren. Dus dat helpt ook in het beperken van de overlast in de omgeving. Nou, waarom hebben we die proef uitgevoerd in Eendijk? We hebben daar een proeflocatie gebouwd, eigenlijk 3 proeven uitgevoerd. En de kernvraag was, hoe ziet de interactie eruit van een damwand als versterkingsmaatregel met de grond? En in de ontwerpmethodiek van die damwanden zitten een aantal onzekerheden. En deze proef hebben we uitgevoerd om een deel van die onzekerheden te kunnen verkleinen, in de hoop dat we in de toekomst misschien wel met lichtere damwanden aan de slag kunnen. En daarvoor hadden we het nodig om zo'n damwand ook echt samen met zo'n dijk om ver te krijgen en om te zien welk vervormingsgedrag zo'n damwand nou heeft. Nou, zo'n dijkbezwijkproef, en dat zul je in alle 3 de voorbeelden zien, dat kan eigenlijk gewoon niet alleen. Dat moet je echt doen met een hele hoop partijen. Met verstand van zaken vanuit verschillende invalshoeken. Want wat we hier gedaan hebben in Eendijk was erg bijzonder en uniek, maar ik denk ook hoe we het gedaan hebben. In dit geval was Deltares betrokken die vooral de kennis inbracht, maar het ontwerp van de proef heeft gemaakt en ook de analyse gaat doen. Samen met Witteveen en Bos
Liebrechts die, is de aannemer geweest. Je kunt je ook voorstellen, dit is geen standaardwerk voor een aannemer. Die dijk zit vol met monitoring. Moet stapsgewijs opgebouwd worden. Dat vraagt ook veel van de aannemer. Fugro heeft alle monitoring verzorgd. De geotechnische monitoring en de constructieve monitoring. En niet te vergeten, ArcelorMittal die heeft ons de damwanden geleverd. En Vallei en Veluwe die was beheerder van het gebied. Dus daarin hebben we ook nauw samen opgetrokken. Nou, wat hebben we nou precies bij die damwandproef gedaan? Het is eigenlijk een drieluik geweest. Eerst hebben we een dijk gebouwd, 5 meter hoog, 60 meter lang. Die we hebben laten bezwijken conform zeg maar macrostabiliteit. En dat was een groene dijk. En dat hebben we gedaan om eigenlijk als nul situatie, referentiesituatie, maar ook voor de analyse straks, maar ook om te leren van, kloppen de stappen, en wat kunnen we daar nog van leren voor de grote damwandproef die we onlangs, afgelopen zaterdag was het, hebben zien bezwijken. De tweede proef was een proef met 4 verschillende type damwandplanken die we omver hebben getrokken. Dus waar we echt het hele mentgedrag van de damwand hebben onderzocht. En de derde proef was eigenlijk alles bij elkaar. Zowel de groene dijk als de hele volle constructie proberen te laten bezwijken. Dus dat is ook de opbouw van de proef geweest. En vooraf hebben we veel kennisvragen opgedaan, eigenlijk in de sector. Om te kijken van nou, welke kennis vinden we nou belangrijk om op te halen. En wat levert het ons straks ook op in de praktijk. En dan zie je dat daar een enorme lijst uitkomt. En dat je om zo'n project ook tot stand te moeten krijgen, daar ook gewoon keuzes in moet maken. Omdat de focus toch moet blijven liggen op die hoofddoelstelling. En alles wat je daarbij pakt is mooi meegenomen. Maar soms moet je daardoor keuzes maken en inderdaad ook kennisvragen af laten vallen. Nou, hoe hebben we dat gedaan? We hebben die dijken stapsgewijs belast. Eigenlijk om een hoogwatersituatie na te bootsen. En dat vind ik eigenlijk ook altijd wel een leerpunt van zo'n project. En, bij alle drie de proeven passen we dat ook consequent toe. Dat is gewoon het opstellen van een draaiboek. En dat klinkt als een enorme inkopper, maar dat is zo makkelijk nog niet. Want in zo'n draaiboek denk je na over alle situaties die in het veld kunnen ontstaan. Je denkt na over verantwoordelijkheden. Wie heeft welke verantwoordelijkheid in de proef? We zijn daar met zwaar materieel aan de slag. Er worden stappen gemaakt met vullen van containers, met plaatsen van damwanden. Wie is wanneer verantwoordelijk? Hoe zit het proevenschema eruit? Wat als welke meting een bepaalde waarde aangeeft? Wat doen we dan? Dat staat allemaal omschreven in het draaiboek. En dat kent iedereen van voor tot achter. En dat is ook meteen onze leidraad. Dus bij elke proef hebben wij een draaiboek. En dat is, vind ik, wel een kracht en ook wel een leerpunt van dit soort proeven. Want dan weet je gewoon hoe te handelen. En dat gaat ook over, wie moet ik bellen als het toch fout gaat. Hè? Zo, tot zover gaat het. Nou, dat wat betreft de damwandproef. Er is nog veel meer over te vertellen, maar hier laat ik het bij. Want dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar de infiltratieproef. Want in die infiltratieproef bleek ook dat het belangrijk was dat we een draaiboek hebben. En dat we ook met onverwachte gebeurtenissen op een goede manier om moeten gaan. Waarom hebben we die infiltratieproef gedaan? Ook daar ging het weer om het verkleinen van onzekerheden in ontwerpregels. Want in de ontwerpregels doen we een aanname dat als er overslag plaatsvindt van 1 liter per seconde per strekkende meter, dat we dan moeten rekenen met een phreatische lijn en waterstand in de dijk die vol is. Dus de dijk is vol. Eigenlijk leefde daar het beeld van, maar klopt dat eigenlijk wel? Hebben we dat wel op een goede manier gevalideerd? En snappen we de fysica? En kunnen we misschien wel niet die dijk niet volzetten, omdat we in het veld zien dat zo'n dijk wel zo'n proefbelasting aan kan. Dus het idee was om daar 10 uur lang water over die dijk te laten stromen met 10 liter per seconde per meter debiet. En daar ook weer allerlei sensoren in te stoppen om te kijken van nou, hoe loopt die phreatische lijn op tijdens die test? En wat kunnen we daarvan leren voor onze ontwerpregels? Ook daar de proeflocatie weer van groot belang. Daar hebben we ook weer best lang over gedaan om een ideale proeflocatie te vinden. Dit was op een bestaande echte dijk bij Gouderak. En daar zie je ook het plaatje. En daar zijn afwegingen gemaakt als hoeveel kabels en leidingen lopen er in die dijk.
Hoe zitten we met het verkeer, de bereikbaarheid, klopt de ondergrond? Nou, dat zijn allemaal afwegingen die je maakt om uiteindelijk te komen tot de ideale proeflocatie. Al vind je die nooit, want er zijn altijd onzekerheden die je liever niet hebt, zeker in een bestaande dijk. Maar toch, je neemt het mee in je afwegingen. Ook hiervoor geldt weer een plan van aanpak. Wat monitor ik? Waarom wil ik dingen monitoren? Niet alleen om de analyse te kunnen doen. Maar monitoring is hier ook erg belangrijk om gewoon zo'n proef veilig en goed uit te kunnen voeren. In dit geval hebben we daar ook weer waterspanningsmeters, verplaatsingmeters in gedaan. Het was een proefvak van uit mijn hoofd zo'n 30 meter. En ook hiervoor geldt, maar dat geldt ook voor die één dijkproef. Je hebt ook met een omgeving te maken, met vergunningen. Dus daar moet je ook erg zorgvuldig mee omgaan.